De haas en de schildpad. Daar gaat deze presentatie niet over, maar het gaat wel over de snelheid van deze twee. Ja, snelheid is eigenlijk verandering van plaats en daar gaan we het over hebben. En allereerst gaan we het over hebben over een eenparige beweging. Eenparig, nou, het heeft in ieder geval iets met snelheid te maken. Ja, snelheid, zo net al in de titelpagina, hè, is de verplaatsing per seconde. Nou, laten we eventjes kijken wat het is. Natuurlijk moeten we eerst even de grootheid hebben. Het symbool van is de kleinletter v. Ja, de snelheid is kleinletter v. En de eenheid is meter per seconde. Goed, voorbeeldje. Hier, kijk eens aan. Zie je niet iedere dag een mol op een fiets. En kijk, daar gaat hij. Ja. En iedere keer, op iedere tijdstip, is hij weer ergens anders. Ja, niet echt snel, maar toch voor een mol. Laten we het nog een keer doen. Maar nu houden we iedere keer bij waar hij is per seconde. Nou, dus start. En na 1 seconde, 2 seconden, 2, 4. Oeps, nou, hij gaat toch wel redelijk snel. Hij is na 8 seconden 16 meter ver. Kun je dus ook iedere keer plaats en verplaatsing erbij doen. En wat is de verplaatsing? Per seconde, nou, in de eerste 2 natuurlijk, daarna weer 2, ja, is niet zo spannend, iedere keer 2 meter. Ja. En dat betekent dus dat de plaats iedere keer met een gelijk stukje toeneemt. En als dat zo is, betekent dus dat de snelheid ook iedere keer gelijk is, constant. En dat noemen wij een eenparige beweging. Een eenparige beweging is dus een beweging waarbij de snelheid constant is. We doen het nog een keer, maar we noemen er meteen een plaats-tijdsdiagram bij, een grafiekje erbij. Bedenk eerst eventjes voor jezelf hoe zo'n plaats-tijdsdiagram eruit ziet. Oké, voordat we mol aan het werk zien, je weet in ieder geval al één punt van een grafiek, namelijk dat is het punt 0, 0. Ja, want op tijdstip 0 begint hij ook op 0. Dus hij begint in de oorsprong, de grafiek. Nou, laten we weer fietsen. Dan gaat hij weer. Ja, net zoals zo net. Iedere keer. En ik doe meteen ook de grafiek erbij. Ja, de verplaatsing is iedere keer natuurlijk weer 2. En dat zie je in de grafiek ook. Want in de grafiek zie je dus dat iedere keer 2 per seconde omhoog gaat. Iedere keer hetzelfde aantal. En dan zie je dus dat de grafiek een rechte lijn is. De grafiek, het XT-diagram van eenparige beweging, is een rechte lijn. Wat geldt voor snelheid? Snelheid is de verplaatsing per seconde. Nou, dat kan ik in een formule zetten. Snelheid is de afstand of verplaatsing per seconde, dus gedeeld door de tijd. Ik heb dat meteen ook in de grafiek gezet. Kijk hier, afgelegde weg of verplaatsing. Dat is deze afstand gedeeld door de tijd en dat is deze afstand. Oftewel, ik kan daar delta x gedeeld delta t een mooi driehoekje van maken. Oftewel, wat is dat hier? Afgelegde weg gedeeld door tijd. Dat is de richtingscoëfficiënt. Of ook wel de steilheid van het XT-diagram. Oftewel, snelheid is de steilheid van het XT-diagram. En dit geldt niet alleen voor eenparige beweging, maar geldt ook voor andere bewegingen, zoals we straks zullen zien. Ja, in dit geval is de snelheid constant. Als de snelheid niet constant is, dan spreken we over de gemiddelde snelheid. Ja, en voor de gemiddelde snelheid geldt altijd delta x gedeeld delta t. Oftewel, de totaal afgelegde weg gedeeld door de totale tijd. Nou, dit is een voorbeeld van een verandering van plaats die niet constant is. Dus de snelheid is hier niet constant. En wat kun je hier zeggen over snelheid? Ja, denk even na. Ja. Oké, in het begin zul je zien dat de snelheid lager is dan op het eind. Waarom? Omdat in het begin, die delta x, die zal laag wezen in het begin per seconde, omdat hij inderdaad niet zo steil loopt dan op het eind.
Nou, oftewel, hoe steiler het diagram, hoe groter de snelheid. Ja, het heeft weer met steilheid te maken. Wat is hier de gemiddelde snelheid van 0 tot 10 seconden? Denk eerst even na voordat we verder gaan. Oké, nou, van 0 tot 10 gemiddelde snelheid kun je dus berekenen met deze. Delta x kun je halen uit de grafiek, die is 14. En delta t, ook uit de grafiek, die is 10. Oftewel, invullen, uitrekenen en je komt op 1,4 meter per seconde. Je kunt er ook een driehoekje van maken. Ja, en deze lijn, de schuine lijn, dat wordt de koorde genoemd. Iets wiskundigs. Maar goed, we gaan verder. Wat is er nou tussen 4 en 9 seconden? Ja, iets dichter bij elkaar. Precies, pauze. Oké, ook hier weer. Je kunt zo'n driehoekje maken en dan kun je delta x en delta t doen. Maar belangrijk is dat je nauwkeurig afleest, oftewel maak een driehoekje die zo groot mogelijk is. En het maakt niks uit dat hij dan verder loopt dan het punt en dat punt, want de vorm van de driehoek blijft gelijk. Nou, aflezen. Delta x en delta t is dan hier 10 en 6,5. En dat betekent dus dat de gemiddelde snelheid 1,54 is. We gaan verder. 6 en 8 seconden. Oké, driehoekje maken. Nee, niet zo'n klein driehoekje. Een groter driehoekje. Oké, dat is beter. En invullen. En je komt op 1,64 meter per seconde. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend dicht bij elkaar. Hè? We gaan eerst even naar een andere animatie kijken. Kijk, hier heb ik twee punten A en B. En daar trek ik een koorde tussen. En nu ga ik die twee punten wat dichter naar elkaar toe laten bewegen. Ja? Dus, ja, daar gaan ze. Ze gaan steeds dichter naar elkaar toe. En die koorde die past zich iedere keer aan. En wat gebeurt er nou als die twee punten samenkomen? Bom. Ja, nou, ze versmelten bij elkaar. En wat er dan is dus, dat je die koorde, dat is gelijk aan de raaklijn aan de grafiek. Hij raakt aan de grafiek. En dat doe ik ook in dit voorbeeld. Ja, dus de snelheid op t is 7. Dan teken ik dus een lijn. En die lijn die raakt de grafiek. Ja, de raaklijn is het van de grafiek. Nou, dan pak ik daar weer een driehoekje van. Delta x en delta t. En dan krijg ik dus dat de snelheid is 1,42 meter per seconde. En omdat dat de snelheid is op t is 7 seconden in feite, spreken we niet meer over de gemiddelde snelheid, maar over de snelheid. Dit is wel weer een hele mooie natuurlijk. Hè? Wat is de snelheid op dat punt? Nou, hoe kun je die bepalen? Je bepaalt het door raaklijn te tekenen en daarna delta x en delta t bepalen, een driehoekje maken. En daarna het berekenen met delta x gedeeld delta t. Dit is bepalen. Je zou het ook kunnen berekenen. Dan moet je de helling berekenen. Het is niet een onderdeel van de stof, maar in de wiskunde kun je, als je tenminste de functie van de grafiek weet, dan kun je het differentiëren zoals het heet. En het is eventjes wel de notatie, moet je wel kennen. Ja, want de notatie is dan dx gedeeld dt in plaats van d, wordt ook wel zo'n delta genoemd. Ja, dit is ook een delta in een kleine letter, delta. Ja, de notatie moet je wel kennen, hè, maar die betekent dus gewoon dat je met de raaklijn gaat werken. De snelheid die je zo doet, dat is dus de snelheid op een tijdstip. En een ander woord daarvoor wordt instantane snelheid genoemd. Een nadeel van de raaklijnmethode is vaak dat ze zeggen, ja, maar hij is niet nauwkeurig. Kijk eens hoe je zo'n raaklijn kunt laten zwabberen. Klopt, maar ja, het is in ieder geval beter dan niets. We gaan eventjes kijken naar het XT-diagram. En daarna van, ja, maar als je een XT-diagram doet, en hoe kun je dan een VT-diagram even maken? Dan kun je natuurlijk overal de raaklijn tekenen, maar dat is een behoorlijk werk. Wat je beter kunt doen is iedere keer van 0 tot 1 seconde de gemiddelde snelheid berekenen.
De gemiddelde snelheid van 0 tot 1 seconde, ja, bereken je weer met delta x gedeeld door delta t. En omdat delta t 1 is, is het redelijk makkelijk om de gemiddelde snelheid te berekenen. En het verschil tussen de twee plaatsen bij 0 en 1 seconde is 2,8 meter per seconde. Dus doe je dus ook van 1 tot 2 seconden, ja, ook nog steeds krijg je dan natuurlijk dat je deelt door 1, dan kom je op 2 meter per seconde. Nou, en zo gaat het dus verder. Van 2 tot 3, 1,8, 3 tot 4. En een belangrijk iets is, belangrijk, maar wel leuk om te zien is, van 5 tot 6, dat dan de snelheid negatief is. En dat klopt, maar kijk, van 5 tot 6, dat is dit stukje hier. En zie je dus dat daar die delta x negatief is. Ja, hij gaat weer terug. En dat is de negatieve snelheid, dat hij gewoon de andere kant op gaat. Nou, kun je de rest ook allemaal, van 6 tot 7, ook negatief. En daardoor wordt hij weer positief. En dat zie je trouwens ook aan de grafiek. Hè. Kijk, hier heeft de helling is positief. Hier is de helling negatief. Dus hier is de snelheid negatief. En hier is hij weer positief. En het laatste stukje is een redelijk rechte lijn. En dat zie je ook hier, omdat de snelheid dan gelijk blijft, eenparig. Al deze punten kan ik in mijn VT-diagram zetten en je ziet meteen vanuit het VT-diagram die assen, die moet ik even aanpassen. Dus doe ik zo eventjes. Ik moet dus ook ruimte hebben voor negatieve snelheden, omdat die even teruggaat. Ik teken de punten erin en let op, van 0 tot 1 seconde. Dat betekent dus dat ik in het midden ga zitten een halve seconde en daar zet ik die 2,8 neer. En bij de volgende zet ik dus bij anderhalve seconde zet ik die 2 neer. Etcetera, etcetera. Ik zet dus al die punten erbij in. Zo, die daar, daar. En dan gaat hij weer omhoog. En dat is mijn laatste punt. En daar teken ik een mooie vloeiende lijn doorheen. En dat is dit. En dit is mijn VT-diagram. Ja, redelijk eenvoudig getekend. En we zijn weer waar we begonnen zijn. Met de haas en schildpad. En let op. Als je het zelf wilt lezen, stop dan nu met de film, want hier komt de afloop. Jawel, hardlopers zijn doodlopers. Ja, de haas heeft misschien een grotere snelheid, maar zijn gemiddelde snelheid was lager. Kom je ervan als je onder een boompje eerst gaat slapen. Bedankt en tot horens, tot ziens.